Felix van den Brande kwam uit een nest van 12 kinderen en was naar het schijnt een schone gast. Hij hield van het leven en was erg sportief. Felix woonde bovenaan de Opperstraat en niks kon nog verkeerd gaan. Met boksen en hardlopen verdiende hij zelfs heel wat prijzen. Zijn legerdienst was al 6 jaar achter de rug en hij verdiende zijn brood als metser. Maar plots werd hij weer opgeroepen en moest hij terug onder de wapens om de strijd met de Duitsers aan te gaan. Hij kwam bij de grenadiers terecht en werd onmiddellijk naar het Franse département du Nord gestuurd, waar de gevechten erg bloedig verliepen. Maar Felix deed zijn plicht en vocht voor het vaderland. De strijd was heftig en er vielen al direct een pak doden. Hij was net geen 27 toen hij op zaterdag 25 mei 1940 in Saint-Amand tijdens een hevig bombardement om het leven kwam. Zijn heldendood bracht verslagenheid en droefnis in het dorp. En de mensen trokken op bedevaart en baden hun paternoster stuk omdat er niet nog meer doden zouden vallen. Felix werd in Frankrijk begraven en pas 18 jaar later tijdens een memorabele plechtigheid naar zijn dorp overgebracht. De held die zijn leven gaf, rust nu op het kerkhof van de Molenstraat tussen zijn maten van weleer. Felix kreeg postuum het kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met palm. Voor zijn moed en opoffering zullen we hem blijven gedenken. Mogen hij rusten in vrede.